It's time for VectorsBazen. De vechtersbazen zijn terug in je leven. Terug op je beeldscherm. Of op je oren. Hoe je deze podcast ook tot je neemt. Want we zijn te vinden op YouTube, Spotify en Apple Podcasts. En je weet het, we brengen elke week de verhalen van je favoriete vechters. Zijn het nou de vechters van de toekomst? Toppers van vandaag, of de legendes van gisteren. En de, de twee mannen die ik vandaag, twee mannen zelfs die ik op de bank heb zitten vandaag. Dat zijn twee echte toppers van nu en die al heel de tijd meelopen. En uh, ondanks dat ze tegenwoordig niet meer samen trainen, zijn ze onafscheidelijk. En ben ik blij dat ze hier samen zijn: Jason en Jaffa Wilnes. Welkom jongens, tof dat jullie er zijn. Ja, goedemiddag. Ja, dank je. Ja, uh, we gaan het uh, over van alles en nog wat uh, met jullie hebben. Jouw toestand bij Glory, jouw overstap naar MMA, uh, jullie overstap naar een andere gym en nog veel meer. Genoeg te bespreken, maar we beginnen deze podcast altijd met het onderdeel laag. Klinkt altijd een beetje gek, ik weet het, voor een vechter. Maar je krijgt uh, van mij een aantal stellingen of vragen waar je moet je gewoon lekker snel op reageren. Yeah. Dus ik zou zeggen, zijn jullie er klaar voor? Kom maar op. Kom maar op? Kom ja? maar op. Oké, okay, let's go. Uh, voor jullie allebei: kickbox of MMA? MMA. Kickbox. Die was verrassend. Denzel Washington of Denzel Dumfries? Denzel Dumfries. Dumfries. We komen straks ook al over te praten. Saïd of Fikri? Fikri. Saïd. Okay. Wanneer hebben jullie voor het laatst gehaald? Gisteren nog. Man. Nee, ik. Uh... Je haalt niet? Nee. Even kijken. Pff. Voor het laatst gehaald. Hoor. Dat is een goede. Ik denk van een maand of zo. Ik weet het niet, man. Ik ja. weet het echt niet, man. Ik, uh... ja, ik weet het niet. Nee, man. Gehuild? Ja, nee. Ja. Ja. <laughs> dat is een goede vraag. Ja, daar komen misschien nog wel op terug. Lombok of Madame Jeannette? Oh, Lombok. Vlees to te be. Te Naar nou, de Utrechtse wijk Lombok natuurlijk. waar je yeah. vandaan komen. Stille killer of praatjesmaker? Stille killer. Stille killer. Ja, daar jij ook stille ja, killers? Ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Wat ben je het meest trots op, jij is? Daar ben ik het meest trots op. Mijn familie? Echte familieman. Allebei. Jij? Ja, ook. Familie, kinderen. Ja. Mijn kinderen, broertje, moeder. Ja, daar ben ik wel het meest trots ja, op. Man. Mooi. Mooi. Uh, Slopen of tikken. Slopen. Slopen. Zij ze in koor of het ja. eerst, dit was. Een ja. uh, favoriete slechte film, jij eerst favoriete slechte film? Ja. Dat die film die je eigenlijk niet goed kan vinden, maar die wel stiekem te gek vindt. <laughs> is echt een goede man. Ik denk dat het een serie is. Eigen Kweek. Welke? Eigen Kweek of zo. Eigen Kweek? Een Belgische serie. Dat is, uh, verschrikkelijk, maar wel leuk om te zien. Oké, okay, oké. Okay. Waar gaat die over? of een boeren die uh, patatten verbouwen maar uiteindelijk uh, kwekerijen dan neerzetten ja dat is komisch oké okay, ik ken hem niet maar ik uh, ga hem gaan checken. checken dan zal je me denken <laughs> ja um, wat had ik nou in mijn hoofd vlotter in Amerika kan ik doen merken Of vlotter of flodder in Amerika, Amerika. Ja, <laughs> ja dat is wel een behoorlijk slecht <laughs> um... En in ieder geval allebei, mijn favoriete eigen partij is, voor jou is? Uh, mijn favoriete eigen partij, ik, uh, ik denk Simon Mar uh, Marcus man. Denk je de titel wint? De titel, uh, ja man. Goeie keus, voor jou? Uh, voor mij tegen Jamal, de tweede keer tegen de Jamal. De tweede keer, ja. In Lille. In Lille. Uh, ja. ja. Dat was voor mij wel een mooie partij. Ja, waarom, waarom die partij? Je was de tweede jaar de eerste keer van hem gewonnen al? Ja, de, vrij, de tweede keer was best, best, best spannend, best, best heet. Hij uh, had natuurlijk een paar goede wedstrijden gedraaid. Ik uh, had een tijdje niks gedaan, ik kwam uit van een blessure long ja. En ik moest heel hard trainen en heel diep gaan en heel veel laten. En uh, dan kwam er zo'n resultaat uit. Ja, ja. Dat was voor mij wel uh, ja, een mooi moment. Ja. Dus ook die wedstrijd dat uh, Paul Nichols volgens mij nog een backhand uh, kreeg. Ja, ik kreeg een, een dus, van vanzelf. Ja, klopt. Ja. <laughs> ja, dat was een mooie, mooie harde pot. Ja, het was een goede wedstrijd inderdaad. Ja, ja. Ik weet niet of die schaar zegt, je wel de wedstrijd uitgewaakt, maar daarna werd die gewisseld. Ja, ja, die die hij gewisseld. Ik kon niet meer verder. Die moest even gewisseld worden, ja. En jij ja. noemde inderdaad Marcus, inderdaad, bij Glory, dat je de titel uh, pakte, waarom kies je deze? Ja, ik wou die titel uh, heel graag winnen. Ja. Dus uh, ik was continu mee bezig uh, voor aan het werken. En ik dacht nog van: uh, weet je, ik moet die, moet die titel winnen. Ik wil het graag aan mijn ouders laten zien. En die maand daarop is mijn vader uh, overleden. Dus dat uh, was wel mooi dat we dat konden meemaken. Dat hij dat nog uh, meemaken. Ja, en op zo'n manier ook, dus. Dat is wel mooi, man. Ja, je had een hele speciale rivaliteit met Simon Marcus. Misschien wel een van de meest verhitte rivalries die ik kan herinneren uit de recente kickballgeschiedenis. Ja, ja, ja. Wat, wat was het, waarom, waarom weet je, weet je, als jij hem zag volgens mij, dan sprong je altijd, Wat je, serieus. Ja, uh, hij had één keer voor mij gewonnen in, uh, in Dubai in, uh, in de toernooifinale. En uh, ja, hij, hij won die titel maar uh, tegen Levin, maar die, die stopte ermee. Die, dus die gaf hem ja, aan het toen, ja. en ik denk van ja, als, als je hem zo makkelijk uh, hebt gewonnen, kom dan tegen mij. En zo werd die partij ook gemaakt van dag hem uit en hij zei van kom maar op. En toen werd het een beetje uh, zo uh, in elkaar gezet man. Ja. en uh, yeah. ja, hij, hij dacht van oh, ik ga mijn lesje leren en ik ja, uh, yeah. ik dacht ik ga jou een lesje leren. En ja, yeah, dat was een uh, mooie uh, rivaliteit toch. Ja, ja, en ja. hij is een echt het tegenpool van jou, want jij bent inderdaad de stille killer. Jij bent iemand die gewoon in stilte werkt en die, nou, weinig aan de buitenwereld zijn echte emoties laat zien. En samen maken is natuurlijk een praatjes maken. Hè, ja, heel en ja En zelfs in die wedstrijd is hij jou nog een beetje aan het toont. He probeert hij nog een beetje uit te dagen. Ja. En dan heeft hij nu, denk ik, tot op de dag vanavond spijt van dat hij dat ja, gedaan ja, ja. heeft. Ja. ja, net hoe je het zegt, ja, een beetje... Een beetje... Hij is heel uitbundig en zo. En ik ben, was dan wat rustiger. Weet je, de underdog. En uh, ja, ja, dat is, uh, zijn twee mooie kampen tegen elkaar toch altijd. Dat zijn de leuke wedstrijden. Ja. Je ja. hebt toen nog een derde keer tegen hem gevochten. was in Kopenhagen. Ja. Je verloor de titel aan hem. Ook nou, titel. Om hè? Was je toen heel uh, boos over ook? Ja, ik. Uh, weet je, bij, bij Glory was het zo van. Uh, als je de titel wilt afpakken, dan moet je echt werk doen en dit en dat. En. Uh, de agressor agre die, uh, die maakt de partijen en uh, degene die naar voren volgt. Volgens mij deed ik dat uh, allemaal. En, uh, maar ja, hij won hem. Ik was het niet mee eens. Ik had ook echt de hardere scores. Maar ja. 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 Mooie, maar prachtige, ja, prachtige liquiditeit was dat altijd. Want, Zeer verhit. Was, uh, alleen dat al was al het, de moeite waard om het aan te zien. Um, ik wil even terug naar het begin met jullie, samen opgegroeid in Lombok, wat je al zeiden. Ja. Levenige wijk in Utrecht. Ja, hoe, was, hoe was dat samen? Ja, we, uh, <coughs> als ik kijk naar hoe die jeugd nu hè, wat de jeugd nu doet, en wat voor jeugd wij hadden, ja, was gewoon prachtig. Zo'n prachtige jeugd. Uh, ja, hele levendige buurt. Veel jongens en meisjes en uh, ja gewoon echt één grote, grote familie, uh, weet je. En, uh, we hebben een harde jeugd, maar ook echt een hele leuke jeugd. Uh. Ja. Waarom hard? Ja, hard. Je moest uh, je, je mannetje staan, anders uh, ja, werd je gepest of wat dan ook, weet je. En, uh, wij waren niet van het pesten, daar hielden wij niet van, maar je, je, we lieten ook niet over ons heen lopen, uh, om het even zo te zeggen. Ja. Wij konden niet thuiskomen van papa, mama, we hebben daar ruzie. Dan kregen we een klap erbij en zeiden zoek het zelf uit. Dus uh, ja, dat heeft ons uiteindelijk wel gemaakt wie we nu zijn. Ja, precies dat wil ik zeg. Dat baat wel karakter. Heb jij het ook zo ervaren? Ze hadden maar leuke, leuke periode. Ja, ik heb daar echt een uh, leuke jeugd gehad, maar altijd uh, veel buiten gespeeld, natuurlijk met uh, mijn broer ook, vrienden. Zijn vrienden waren ook mijn vrienden. Ik was ook heel gauw, uh, gauw volwassen dat ik, ik ging altijd met die oudere jongens soms, snap je? Ja. En, eh, uh, ja, van alles. maar kattenkwaad hebben we ook zoveel gedaan. Ja, er was altijd een avontuur uh, te beleven, Maar En het was heel, uh, een levendig gebeurt. Die buurt werd ook steeds drukker. Uh, weet je, na uh, een aantal jaren. En, eh, uh, ja, het, is, het is echt onze, onze plek gewoon, man. Ja. Voor ja. mij ook, waar ik ook kom, ja. Het, uh, het voelt, uh, het voelt toch als je echt thuis uh, lombok, man. Ik ken nog alles, steeds. ik ken iedereen. Snap je, iedereen kent ons. Ja. Nog steeds, hè? Ja, nog man. steeds. Ja, ja. Tot de dag van vandaag nog steeds. Ook als ik daar met mijn kinderen loop. Ja, het is gewoon uh, is jouw buurt. Klaar. Ja, ja dit is thuis. En, maar je zegt, als je met de oudere jongens opgaat, dan word je snel vast. Leer je ook dingen die je niet moet weten op jouw leeftijd, misschien. Ja, man, ik. Uh... Heel vroeg heb ik al heb ik tot uh, heel veel dingen gedaan. Maar ja, echt. Als ik nu uh, erover nadenk, denk ik, sommige dingen waren misschien niet uh, gezond, maar uh, Die ik toen al uh, deed of in staat was om te doen. Ik denk, als mijn kinderen dat zouden doen. op een leeftijd van 11, 12 jaar zou ik schrikken, man. Of als mijn neefjes dat zouden doen. Ja. Maar ja. ja wat um, waren dat toen dingen? Gewoon uh, bijvoorbeeld te roken. We begonnen al. Uh, toen ik 11, 12 was, rook, begon ik al met roken, drinken. Die, gewoon voor de grap om het te proberen. Man. Ja. Gewoon, je werd uh, meegesleurd in, door die oudere jongens. Uh, ja, man. In, maar op een gegeven moment, gelukkig, dan uh, ja, omdat je toch eens een sporter in je. Die heeft zoiets van: nee, dit is niet goed. En dan, uh, dan laat je die dingen wel. Alleen ja, is, zo begint alles. Hè? En als je dan zwak bent. Dan uh, ga je daarin door en dan uh, wordt het lastig om eruit te komen. Ja, maar jullie als, als, als broertje, in een buurt waar je, waar je mannetje moest staan, voor elkaar moest komen, voor jullie als broers. Dat jullie, weet je, was het dan dat jij voor hem opkwam of andersom, of samen ja, uh, de, de terror waren? Ja, kijk, kijk, wij waren nooit de grondleggers, om het even zo te zeggen. Maar uh, als ik dan zag of hoorde dat hij ergens problemen of ruzie had, ja, dan kwam ik voor hem op en andersom precies hetzelfde, weet je ook al wisten we dat het een moeilijke klus zou worden ja, ja. dan maar een baksteen pakken of uh, ja, je moet je eigen redden weet je, als ik zeg sommige dingen ben je niet trots op maar ja, dat heeft je uh, wel gemaakt weet je, en uh, ik heb van niks spijt van ja. niks heb ik spijt dus uh, ja. we hebben gewoon echt een leuke buurt, leuke jongens uh, nog steeds dat we uh, één of twee jongens die spreken gewoon nog steeds, dus dat is gewoon top ja, en nee, je ja. moet ook niet spijt hebben van de dingen die je gedaan hebt. Vooral oh, nee, de dingen die je niet gedaan hebt. Ja, precies. Nou. En uh, ik kan niet iets bedenken wat, wat ik niet gedaan heb. We hebben echt veel gedaan. Qua qua, -qua dan. Maar uh, ja, leuk man. Leuk, prachtig. Ja, ik ken Lombok trouwens vooral als een wijk waar je niet je camera in de auto moet laten liggen. Maar... Ja, dat, dat heb je echt. Arry, <laughs> ja, ja, dat moet, je moet, uh, je moet uh, we wel scherp blijven. Je moet wel ja, scherp blijven, ja. Ja, ja, ja. maar dat heeft natuurlijk, wat je zegt, dat hebben jullie gevormd tot wie jullie nu zijn. Uh, weet je, terwijl wel twee... Zelfverzekerde, zeker de uh, maar rustige sterke mannen. Uh, wanneer is die sport bij jullie in het leven gekomen? Jullie zijn volgens mij bij Colosseum ooit begonnen, ooit ergens binnen gewandeld. Hoe is dat gegaan? Uh, ja, kijk, we waren altijd al sporters, weet je. Alleen we deden andere disciplines. We deden voetbal. Jason heeft dan nog meer sporten gedaan. Capoeira, voetbal, uh, turnen, van alles. Zo waren al mijn ouders stimuleerden altijd om te sporten weet niet uit wat sport je deed. Je moest gewoon sporten. Mm -hmm. Nou, dat was toen dus gewoon voetbal. Omdat iedereen in de wijk dat deed. Dus het was gewoon voetbal. Op een gegeven moment, ja, toen was er een zomerstop. Uh, zomerstop. Maar we wilden fit blijven voor het volgende seizoen. En uh, toen kwam Jason met het verhaal van laten we gaan kickboksen. Ja. En dan uh, zijn we nooit meer weggaan. Zijn we nee, meer het liefde stop. op het eerste gezicht. ja, ja. ja. Die ja. uitputting die je de, uh, toen had die workout, die voldoening. Ja. Dat je dacht van, ja, dit heb je met voetbal, heb je dit niet, weet je. Ja. En uh, ja, dat je ook zag dat je gewoon uh, je eigen goed kon redden, weet je. Ondanks dat je met jongens trainde, die al wat langer trainden of wat dan ook. Ja, redden, redden we ons eigen goed. En dat, uh, ja, dat, voelt uh, ja. dat voelt natuurlijk heerlijk. Dat ja. voelt natuurlijk heerlijk, Wat vind je, en dat wil ik voor jullie allebei weten, wat vind je zo mooi aan die sport? en Niet alleen aan de sport, maar ook aan het vechten, wat, wat is wat jou daar zo in aantrekt? Het is, het is stoer om te doen, snap je? Het, is, het geeft een, een mannelijk gevoel. De adrenaline, weet je, als je weet dat je kan iemand Ja, gewoon aanpakken, gewoon klappen, vernederen, snap je? Dat geeft, dat geeft je gewoon een, een lekkere kick. Dat is gewoon mannelijk, ja. denk ik. Ja. Weet je, als je. Ja, als je ergens opgroeit groeit, waar je gewoon soms ook moest vechten. En dan kan je het als sport doen. Weet je, en dan ga je het ook echt als sport zien. En dan, uh, ja, dan, dat is gewoon mooi. En dat op een gegeven moment, hoe verder je in de sport komt, dan, zie je het, dan wordt het gewoon schaken. Weet je, ga maar kijken of je diegene pijn kan doen. Ondanks dat hij weet wat, wat je gaat doen. Ja. En dat, uh, ja, ja, voor mij dan geeft mij zo'n mannelijk heerlijk gevoel. Ik krijg ik een boost van. En, uh, dat heeft mij wel uh, getrokken in deze sport, om het even zo te ja. zeggen. Heeft dat ook voor gezorgd dat je op een gegeven moment een beetje wegbleef van straat? Omdat je dan met ja, sport bezig was? Zeker, zeker. Vooral voor ja. mij voor mij is kickboksen op het juiste moment gekomen. Zeg maar. ik, uh, ik was 22 toen ik uh, begon met kickboksen. Ja, dat is wel laat eigenlijk. Dat is heel laat. Dat is heel laat. En, uh, maar het was wel een leeftijd... Waar ik heel rommerig, rommelig was. In het doen van. Bedoel ik mee van. Uh, ja, wat wil je nou? Ja. Weet je, je wil. Uh, je, wil uh, je wil ook gewoon geld hebben. Klaar, heel eerlijk. En uh, ja, ik heb wel natuurlijk opleiding. Maar uh, ja, jongens om je heen in je buurt, snel geld, bla bla bla. Dat vind je dan interessant. Maar op een gegeven moment, ja, gelukkig kwam kickboksen. En dat je dan met je sport. Ook nog eens geld kon verdienen, was misschien niet veel op het begin, maar je kon toch wel wat verdienen. Een ander moest daarvoor werken. En ja, dat heeft mij toen zo getriggerd en dat ik de straat zeg maar een beetje achter me heb gelaten. Ja. Dus dat was voor mij wel op het juiste moment. Ja, want het is misschien een beetje een geëikte vraag, maar heb je wel eens over nagedacht waar je zou zijn in het leven nu als je niet die sport had gevonden? Ja, dat heb ik me wel, me wel eens afgevraagd. Alleen, uh, ja, dat, de, dat, dat antwoord daarop, dat, uh, ja, dat blijft, blijft gissen. Ja. Blijft een vraagteken, want ik, uh, ik, heb het niet, uh, nee. ik heb het niet meegemaakt. Gelukkig. Gelukkig, ja. ja. Of misschien ook niet, ja. weet je niet. <laughs> maar uh, nee, ik ben zeer tevreden over uh, hoe het uh, toen met kickbox is gegaan. Dus, uh, ja. Tot nu toe. Ja. Is het voor jou, Jason, want jij bent iemand van stille wateren, diepe gronden. Jij bent iemand die dingen heel intens beleeft, maar hm. dingen ja, niet altijd zo uit in de buitenwereld. Is vechten ook voor jou een manier om je te uiten? Om bepaalde emoties een plek te geven? Ja, ik, als ik het over mezelf mag zeggen, ik, ik heb altijd wat uh, gevoeld met, uh, met sporten, deze sport. Met andere dingen niet zo. Dus ik kom uh, me er goed in vinden. Ik kom me iedereen kwijt, zeg maar. Dus uh, ja, zo heb ik het uh, ervaren. Ik was altijd wel uh, een beetje rustig van mezelf, een beetje stil, een beetje verlegen en zo. En ja, met deze sport hoef, hoef je niet te praten of uh, uh, in de boeken te zitten. Snap je? Dus uh, ja, het, het paste precies bij mij. Ja, en zoals sommige mensen vechten, weet je, vechten is natuurlijk heel, Dat is heel persoonlijk. Jij tegen een andere persoon met z'n tweeën en uh, verder helm ja, scheidsrechter als derde man die de regels een beetje uh, uh, in de gaten houdt. Maar voor de rest, het is ja, wat jij zegt, misschien is het een goede omschrijving. mannelijk tegen mannelijk. het is het confrontatie aangemaakt. Het is heel primaal. Het is heel ja, uh, prim nou, primitief zouden sommige mensen willen zeggen. Zo zie ik het niet, maar het is natuurlijk wel echt naar de basis van het mens zijn. Twee mensen tegen elkaar verdresten, oh, niks oh. en uitvechten wie de sterkste is. Bedoel. Dat gevoel, dat is, ja. Snap je? Ja, maar dat, dat, het dat mannelijke. Ja, vind dat ik. Dat dan. gevoel dat je ervan krijgt, die cake, de ad adrenaline. Het, uh, dat heb ik uh, met, met andere dingen nog niet zo gevoeld, man. Nee. Is dat waar je het meeste tot leven komt? Ja, ja. <laughs> ja? Ja, ja. Kijk, nu, uh, omdat je het al een tijdje doet, snap je? En je komt op een leeftijd. andere dingen ga je ook belangrijk vinden. Ja. Maar dat ge geeft me zeker nog een. Uh, echt die kick, man. Ja. Ja. Mooi. Ja, ik ben altijd heel geïnteresseerd hoe mensen dat beleven vechten. Van, uh, als je zelf niet gevochten hebt, als je zelf niet in de ring staan. Ja. Gewoon mensen kunnen zich het niet voorstellen wat dat gevoel is. Het is niet zomaar een sport. Nee. Een, een balletje in, het net, in de net gooien. En uh, degene die de meeste punten scoort, wint. Nee, hier moet je echt. Ja, je krijgt ook gewoon tikken. Blessuretjes moet je doorheen vechten. Na de eerste ronde, soms ben je gewoon zwaar aan het ademen. En dan heb je nog twee, drie rondes te gaan. Ja, dat. Uh, ook in je, in je ja. denken, je moet gewoon denken dat, dat je iemand gewoon... Uh, ja, of dat iemand jou, jou gewoon kapot probeert te maken. Dat, ja. dat uh, creëert iets heel anders bij jou. Het heeft een heel ander effect dan met andere sporten. Ja. Snap je? Ja. Als iemand een doelpunt tegen je maakt, okay, dan kan je hem ja, halen. Maar hier moet je. Uh, of... Ja, je voel je gewoon. Elke tik elke. Elke actie is. Uh, ja. ja. Is, ja uh, is... is gewoon fysiek, ja. Dat voel je gewoon. Ja. Wat maakt iemand tot een vechter, vind jij? Ja, ik denk. Uh, die doorzettingsvermogen, gewoon. Die. Uh, die uh, die wil, zeg maar, dat, ma dat maakt iemand een, een vechter. Gewoon va van binnen, een vechter staat. Die vuur van binnen, dat maakt iemand een vechter. En niet uh, qua uiterlijk. En, en uh, zelfs wanneer het moeilijk is om dan door te gaan, dat maakt iemand dan een vechter. Ja. Ja. Dat maakt ja, iemand een echt vechter. Iemand, precies dat dacht ik ook. Van, ja, wat maakt iemand een vechter? Gewoon niet opgeven. Nee. Weet je, niet opgeven. Hoe moeilijk het ook is, hoe zwaar je het ook hebt. Blijf doorgaan, niet opgeven. Ja. ja, dat maakt je wel een vechter. Ja, soms, soms, vecht in... soms kan je beter wel opgeven, wat maar wat? Uh, ja, je, je wil niet doodgaan, toch? Nee, oké. Okay, maar ja. Snap je? Ja, maar, maar Mike, je... Mike Thijssen heeft gezegd: van, uh, Dit is een, uh, een denken, een thinking sport. Hij zegt: Als je, uh, echt, als je er, er echt hard voor gaat, dan wordt het je dood. Ja. Ja, maar is het, want sommige vechten oh, ik ben bereid om te sterven in de ring. Ja, ja snap je wat ik bedoel? Ja. Dus je gaat zo diep. Ja. Dat heb ik ook gehad. Terwijl soms moest ik die wedstrijd niet, niet eens ingaan. Ja. Uiteindelijk zat ik ermee mee later. Ja, snap maar je? daarom is je begeleiding belangrijk. Ja man, zeker. Ja. Zeker. Ja, ja dat, is maar, dat is maar, want Mike Tyson oh. was, was heel intens ook. En Bas Rutte bijvoorbeeld, het Nederlandse held, die zei, we sterven in de ring nou nee, allemaal. Ik wil morgen gewoon weer naar mijn vrouw ja, en kinderen, ja, maar... dus ik wil gewoon gezond weer naar huis toe. Dus ja. het is een heel dunne balans waar je, waar je op loopt altijd. Ja, ja, heel, heel, uh, heel dunne balans. Daarom zeg ik van, tuurlijk, je moet niet zomaar opgeven, ja. maar uh, ja. soms moet je ook gewoon lekker uh, yeah. blijven mensen zeker uh, en daarom ik vind vecht inderdaad ja. gewoon weet je als je weet je het zeggen wel de beroemde uitspraak het, niet hoe vaak je neergaat maar hoe vaak je opstaat en vechten is natuurlijk ook vooral omgaan met tegenslagen en niet alleen in de ring maar ook in het gewone leven um, een, 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 een gebeurtenis waar jij net al aan refereerde weet je, jullie zijn allebei heel hecht in de familie heel echte familie mensen al van jullie vader um, ja. hoeveel impact heeft het op jullie gehad en, en uh, hoe zijn jullie daar uiteindelijk mee omgegaan ja ja, impact. Heel veel natuurlijk, weet je. Je vader is ook gewoon je held. Ja. Weet je, onze beste vriend. En als die persoon in één keer plotseling wegvalt, ja, dat is zwaar. Maar ja, het, le het leven gaat wel verder. Weet je. En, uh, je probeert een plek te geven, maar tot de dag van vandaag kan ik het nog steeds geen plek geven. Nee. Alleen, ja, je moet gewoon verder. En dat, dan is de herinnering mooi. Weet je, aan al die wijze woorden die hij heeft gegeven. Al die levenslessen. En waar ik nog steeds wat aan heb. Snap je, bepaalde dingen die gewoon... Ja, gewoon, gewoon that's, that's life. That's life. Mm -hmm. Maar uh, ja, makkelijk was het niet. Nog steeds niet. Nee. Weet je, ik heb nu, nu nog steeds. En het is nu bijna zes jaar geleden. Dat ik bij mijn moeder kom. En dan praat ik en dan wil ik gewoon zeggen: uh, wat, maar wat gaat papa zo koken? Of uh, papa vindt dit nummer leuk, zet dat nummer op. En denk van: hey, Ja, kan ik niet zeggen, want dat is, hij is er niet meer. Nee. Dus nog steeds heb je momenten dat je denkt: Hé, hey, mijn vader. Nee. Maar ja, dat zijn dus die mooie herinneringen die je hebt. En die, uh, ja, die neem je mee. En uh, ja, mak maar, makkelijk is het niet. Nee, maar ja. Nee hij nou, wordt het ook nooit echt geleerd ermee mee om te gaan, want het wordt nooit per se makkelijker. Maar als je zo'n intense uh, close familieband hebt als jullie hebben en, en zoiets ingrijpends gebeurt, kan ik me voorstellen dat 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 moment is je, dat je zegt van de rest is niet belangrijk, uh, fuck dat vechten, weet je wel, laat maar zitten. Is dat, is dat bij jou ooit ja, door je hoofd geschoten? Ja, ja op het begin had het uh, natuurlijk een zware impact en later uh, vervagen dingen een beetje. Je mist hem wel natuurlijk altijd. Ja, dan ga je ook nadenken over het leven. Wat is nou echt belangrijk in het leven? Die vraag had ik ook. Uh, uh, heb ik altijd aan mijn eigen ook gesteld. En uh, ja, de, de sport natuurlijk is. Het is mooi, ik, ik vecht nog steeds. Maar ik sta er wel anders in, snap je? Ik heb nog steeds vuur, ik ben nog steeds hongerig, maar. Uh, ja, ik geef ook meer om andere dingen in het leven. Uh, je ja, veert ook meer. Yes, ja, ik denk ook dat uh, het te maken heeft met uh, mijn leeftijd, denk ik dan. En ja, met mijn vader, het, uh, het is uh, wat, wat, uh, bij mij dan, het is, op het begin had het veel impact. Nu is alles wat rustiger man, en uh, wat gebalanceerder of zo. Hmm. Maar je mist hem altijd nog steeds. Je leert toch gewoon mee leven ja dat is het weet je je kan wel zielen gaan zitten in een hoekje maar dat zou hij ook niet willen ja. dus ja je leert ermee leven en je moet gewoon verder klaar heel simpel hoe -ho belangrijk zijn jullie voor elkaar uh, op dat soort momenten bijvoorbeeld ja heel belangrijk alleen ja je, je, bent, je zoals ik zeg je leeft verder dus je staat niet heel vaak erbij stil nee. bijna nooit eigenlijk maar Soms zijn er gewoon momenten, dan hoef je, je hoeft niet eens te praten tegen elkaar. Tenminste, ja, dan voel je elkaar al. En, ja. We hebben wel gelukkig, uh, we zijn uh, heel hecht. Maar we, zijn, we kunnen ook lachen om dingen. Snap je? Vooral met mijn moeder. Dan uh, zijn er dingen waar we, we, we aan hem denken. En dan beginnen we gewoon met z'n drieën keer te lachen. En dan een, een ander zou denken: van, uh, die zijn gek, die lachen gewoon hun vader uit terwijl die dood is. Maar dat is het niet, dat is weer, wat ik net zei, die mooie herinnering en dan lachen gewoon en dan, heb, dan ga, je weer, ga je weer door als je je kut voelt of wat dan ook, weet je. Dus uh, ja, die herinnering, herinnering blijft, die sterft ja, niet. Mooi. Humor is ook de beste manier om met zware dingen om te gaan, vind ja. ik zelf altijd. Ja. Ja. Je moet altijd blijven lachen, tenminste, uh, ja, op dingen positief bekijken. en uh, eigenlijk moet je meer lachen dan huilen, dan... Uh, dat is goed voor je, man. We hebben gelukkig heel veel humor, dus... Uh... Of die hechte band die jullie hebben trouwens, hè? Want ik weet van de periode dat jullie allebei bij vechten. Jullie wilden nooit op dezelfde kaart vechten. Jullie nee, zaten nee. bij elkaar in de hoek. Weet je, jullie zijn altijd heel nauw bij elkaar betrokken... Ja. en wilden niet op diezelfde avond vechten, omdat het... Ja, kijk, als ik... Dat weet ik van mezelf. Als ik moest vechten, en broertje ook... Ja. Mijn eigen wedstrijd interesseerde me niet. Nee. Ik was alleen maar bezig met hem. En uh, Ja... Andersom het precies hetzelfde, dus liever hadden we het niet samen op ja. elkaar. Ik weet nog, we uh, vocht in Zagreb en uh, ik vocht. Ik, had, ik moest eerst en ik ging neer op een hoge trap was de alle keer, allereerste keer in mijn leven. En hij moest twee of drie partijen daarna moest hij vechten. Hij was helemaal leeg. Die wedstrijd van, van hemzelf, hij moest naar mij, Interesseerde hem niet als dus die partij ook ik en denk je ja, van ja, hij, hij is daar puur op automatisch piloot. Dus dat willen we gewoon niet. Nee. Weet je? En toen al gezegd van dat gaan allemaal niet meer doen. Nee, nee. nee, Het is wel nog een keer gebeurd daarna toch? Ja, het is nog een paar keer zelfs gebeurd. Ja. Alleen toen hadden we dus gezegd van oké, okay, jij daar, ik daar, eigen komen. Maar dat werkt ook niet. <laughs> toch telepathisch met elkaar, ja, uh, met elkaar bezig. Tuurlijk, tuurlijk. Ja. Dus ja. ja, en ook de, de trainer. De trainer is ook bezig met jou en dan met mij. Dat, dat kan ook niet, man. Nee. Nee, nee. Daarom werk ik nu ook. Uh, ik heb lekker mijn eigen team, uh, snap je? Ja. ja. Alles uh, gaat professioneel. En uh, alle aandacht gaat naar mij. Niet van. Uh, met die en dan met die en dan, uh, oh ja, ik moest ook nog vechten. Even, even met die en dan twee, snap je? En dat was ook zo toen we samen vochten op dat gale. Dus ja mijn trainer is met hem bezig, maar ja, ik moet zelf ook vechten. Dus ja, uh, dat, dat, dat vond ik ook nooit prettig. Ook vaak aangegeven van, uh, we vechten niet meer samen. En toen, toen hij tegen Ben ik die tweede, tweede partij vo vocht, zou ik eigenlijk ook nog vechten. Mm -hmm. Gelukkig kreeg ik een blessure en uh, ben ik van die kaart afgehaald. Ja. Maar ja, kijk. Uh, uh, er werd ook gezegd van. Uh, ja. Weet je, en da, soms is dat ook zo. Sommige kansen krijg je misschien niet later. Dus. Dan, uh, in die periode is het misschien goed om samen te vechten. Maar ja, li liever hadden we het niet, man. Nee. Ja, man. Nee. Ik was dan wel. Uh, toch van. Je geeft nu al een beetje aan wat de, wat de reden is. Maar. Je zit samen opgegroeid, altijd, uh, weet je wel, uh, door dik en dun. Uh, samen trainen, samen die sport ingerold. En toen opeens het, het bericht, uh, Jason weg bij, bij Colosseum. Jij bleef aanvankelijk nog, ging een paar maanden dat er ook weg. Maar naar een andere plek. Dus jullie hebben op dat moment niet verkozen om samen weg te gaan. Of samen naar een andere plek te gaan. Hey, Wat, hoe is dat gegaan? Kijk, so, soms, um, ja, ook wij moesten elkaar gewoon loslaten. Ja. Weet je, kijk, we zijn altijd verbonden met elkaar. Alleen nu, hij heeft zijn team om zich heen, met zijn mensen. Ik heb mijn team met mijn mensen. En het is goed. Weet je, we kunnen ook, als we willen, trainen we samen. Maar hij, hun, hij heeft zijn doel met zijn team en ik heb mijn doel met mijn team. En dat is gewoon, ja, dat is gewoon goed. Natuurlijk, om altijd samen te zijn, natuurlijk, is goed en leuk. Maar uiteindelijk, hij doet het voor zichzelf en ik doe het voor mezelf. En uh, ja, je blijft broertjes, weet je. Uh, en uh, je blijft elkaar belangrijk vinden. Alleen je hebt wel allebei eigen leven. Ja. Dus, uh, nee, we hebben geen enkele getwijfeld van, oh ja, uh, laten we toch samen ergens. Nee, dat is niet. Het is ook niet zo gelopen. Dus, ja. Nee. En zoals ik zeg, als we willen, samen willen trainen, kunnen we samen trainen. En, uh, maar hij doet MMA, ik doe kickboksen. Dus het is ook een, twee verschillende werelden. Ja. Maar we kunnen elkaar zeker af en toe helpen. En dat doen we ook gewoon. trainen we af en toe gewoon samen. Alleen, uh, hij heeft zijn pad en ik heb mijn pad. Alleen een pad ingeslagen. Ja, verandering voor spijs. Vind ik altijd. Het kan me ja. ook kwaad doet Altijd eten. En een nieuwe omgeving, nieuwe training, nieuwe trainingspartners, et cetera. Kunnen altijd weer verse impulsen geven uh, aan een carrière. Maar um, jij ging eerder weg. Waarom ben jij. Afhankelijk gebleven en uiteindelijk toch weggegaan. Bij Colosseum. Ja, uh, ja, ik uh, ben nog even een tijdje gebleven. Omdat ik. Uh, ik gaf ook gewoon les daar. Ja. Weet je, en dat was ook gewoon maandelijks inkomen. En. Uh, ja, je gooit geen oude schoenen weg voordat je nieuwe hebt. Weet je, met alle respect. En. Uh, ja, na een tijdje kon ik. Uh, het, hetzelfde ergens anders doen. Dat heb ik, daar heb ik dan voor gekozen. Ja. Weet je, alleen uh, door, door ik wou bepaalde gesprekken. Hebben. Maar ja, dat zat jou ook niet lekker dat ik weg ging. Nee, natuurlijk. Hij stond kijk. ook sowieso achter mij. Mm -hmm. Snap je? Kijken, en ik vond het ook niet prettig dat hij daar bleef. Nee. Nee. Dus, en het is uh, mijn broertje. Ja. En zoals jullie weten, hebben we een hele, hele hechte baan. Ja, dus dus hoe ga ik mijn eigen dag goed voelen? Terwijl mijn broertje er niet is. Ja. Als mijn broertje weg was gegaan. Uh, door wat voor reden ook, zeg, maar op de manier waarop dat toen is gegaan, ja dat, uh, dat zit toch, dat, dat, dat steekt, weet je. Ja, want het is een, het is een, een pijnlijke breuk geweest. Uh... Ja, het was niet dat we goed uit, uit elkaar gingen. Hij werd gewoon professioneel of ik bedoel onprofessioneel uh, gehandeld en uh, ik was het dupe daarvan. Maar ja, dan, uh, toen, uh, op een gegeven moment had ik het alleen gedaan. Hè. En uh, als we samen wonen, ja, toen, dan had iedereen het gedaan, was iedereen er verantwoordelijk voor. Ja. Terwijl nu was het, kwam het juist door hun, dat stukje. Dus ik was daar goed boos over. En uh, hij weet dat van mij ook. En uh, hij stond meteen ook achter mij hoor. En uh, kijk, da daarvoor zijn we echt broers. Gewoon, uh, de, snap je, ik was er klaar, maar hij eigenlijk ook. Maar hij, hij beleefde nog een soort van. Toen later was hij er ook uh, mee gekapt, man. Maar... Kijk, dit is mijn broertje. En uh, voor de buitenwereld. Uh, hoe moet ik dit gaan zeggen? Oh, stel dat hij fout zit, ja. zou ik het hem gelijk zeggen. Gelijk. Ik ben de eerste die tegen hem zegt: hé, hey, is het fout. Zou ik hem wel achter hem staan? Maar ik zou het hem wel zeggen. Maar hij zat in dit gewoon niet fout. Ja, en dan wil je bepaalde gesprekken hebben, Mag, maar die gesprekken die, uh, ja, is niet uh, hoe, het, hoe, het, hoe het hoort en de dingen worden daar niet genoemd. Ja, dan is het op een gegeven moment klaar. Een ja. broertje niks, en ik zijn altijd gewoon heel loyaal en heel eerlijk, weet je, op dat uh, gebied, heel eerlijk. Maar als je niet gehoord wordt, ja, dan op een gegeven moment... Uh, ja, dan is het klaar. Ja, heel veel mensen waren wel geschokt. Ik had vorige week had ik Jury Messi hier op de bank. Jury hm. Messi, de originele Microsoft-vechter. Jullie waren een beetje voor Colosseum wat hij voor Martianvechten had. Ja, jullie waren eigenlijk. Um... Origineel, altijd loyaal. Ja. ja, en dan, uh, dan gaat Joe. Ja, uh, hij zegt van: uh, voor bepaalde gesprekken of iets. Kijk, voor mij hoeft het niet. Ik heb een paar dingen gezien. Ik heb de kans gegeven. Nee. Oké, okay, toen ben ik weggegaan Dat was, uh, was keihard. En het deed, het deed gewoon pijn ook. Ik was echt gebroken daarna, man. Dat begrijp ik, ja. Ik ben toch heel lang... Ja, ik ben ook niet zomaar naar een trainer toe gegaan of naar een sportschool. Ik kom hier trainen. Ik was echt aan het zoeken, aan het uh, draaien met hoofd. Waar ga ik nou trainen? Waar, snap je? Ik zat daar ook... Uh, hoe lang zeg ik dat? 10, 11 jaar. Maar ja, ja. Uh, zo zie je maar. Uh, één deur gaat dicht en dan gaan twaalf uh, anderen open, man. En, uh, er zijn hele mooie deuren opengegaan. Ja. Oh, je bent heel tevreden met de keuze die je gemaakt hebt, hè? Ja, man, ik... Uh, even kijken. Ik, uh, ik wil MMA doen en uh, ik was aan het zoeken. Hoe ik wegging bij die sportschool. Wat ik wist niet waar ik heen moest. Uh, en uiteindelijk werd ik gebeld door, uh, door Fikri. Fikri Tiarti. En we zijn gaan trainen. En uh, ja, die, ba die band is nog beter dan, snap je, dan waar ik... Of met wie ik ooit getraind heb. Hij heeft me meer dan genoeg bewezen, Vikri te ja. ja, Snap je? Voor mij is, is hij heel speciaal nu in, mijn, in mijn leven. Echt een, echt een, echt een broer voor me. Ja, dus, wel, ja. We zullen meer horen over jouw uh, ja, nieuwe pad met Vikri en bij jou bij SB Gym, maar we gaan eerst even naar de tijdmachine. Wat we gonna do right here is go back. Way back. back. I'll be back. Ja, tijdmachine het onderdeel in deze podcast. waarin we jullie in dit geval uh, Jason en Jafar de kans geven om in de tijdmachine te stappen, terug te gaan in de tijd naar een moment dat je zegt van, nou dat wil ik graag nog een keer meemaken. Kan zijn een moment dat het gewoon zo glorieus was, zoals bijvoorbeeld het winnen van je titel. Van die euforie wil ik nog een keer voelen. Kan ook een moment zijn dat ik, vind, nou heb ik het niet zo goed gedaan. Dat moet beter kunnen. Dus uh, ik wil uh, zeggen jij misschien eerst neem ons mee, stap in de tijdmachine en waar stappen we uit? Kan jij nog even nadenken? Oh, ja, wel gauw weet het al? Weet jij het al? Dan mag jij het zeggen. Nee, ik zeg, ik heb altijd tijd nodig. <laughs> je hebt altijd tijd nodig? Oké, okay, <laughs> Ja, voor mij was het wel een periode dat ik toen uh, voor Koen Noem vocht voor de titel. En uh, ik was toen uh, in, in China. Ja. En uh, ja, verjaardagen uh, bij ons thuis zijn uh, gewoon belangrijk en speciaal. En mijn moeder werd 60 Alleen daar kon ik toen niet bij zijn omdat ik in China zat. En toen ging ik via FaceTime uh, de verjaardag van mijn moeder bijwonen. Ja. En dat heeft mij toen zo, zo geraakt ja. dat ik uh, uiteindelijk uh, kampioen ben geworden in China. In de finale tegen RS ik met een extra ronde. Alleen ik was alleen, ik kon het niet vieren. Ja. En uh, ja, dat moment had ik wel terug willen draaien dat ik daar met mijn broertje was of vrienden. Maar sowieso een broertje bij me was toen ik de titel werd. Toen ik de titel uh, won en uh, wereldkampioen werd. Ja, dat was wel een uh, helemaal mooi, mooi moment in mijn leven. En daar had ik wel mijn, mijn mensen bij willen hebben. Ja. Ja. Maar had je dan je titel op willen geven om dan bij die verjaardag te zijn? Of... Ja. Ja? Ja. Wauw. Ja, ik, uh, als het allemaal... Ja, dat had ik uh, die verjaardag van mijn moeder natuurlijk niet willen missen. Uh, je wordt maar één keer zestig, hè. En uh, bij ons zijn het altijd uh, om de vijf jaar dat is gewoon een belangrijk moment. Ja. 60, 65, 70, je kent het wel. En die had ik uh, nu achteraf, denken van ja. Het, uh, je, we zijn verder gegaan, weet je. Maar uh, ja, het deed wel wat met me dat ik die verjaardag van mijn moeder miste. Ja. Maar ja, dat gaf me ook wel weer die extra boost hoor, om die wedstrijden, uh, dat wedstrijd, ja. toernooi te winnen toen. Je ja, kan ook zeggen, je, wordt, je bent maar één keer Koolon kampioen geworden, dus dat is ook zo. Ik ook snap je? Dus, uh, maar dat is wel een moment waar ik, uh, die ik echt heb, uh, waar ik mijn familie en mijn vrienden heb gemist, zeg maar. Uh, misschien was dat de laatste keer dat ik echt heb gehaald. <laughs> nee, ik weet, nee, 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 maar uh, ja, <laughs> dat was uh, ja, bijzonder moment, dus. bijzonder moment. Ja. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Voor jou, heb je al wat bedacht? Nou mm, uh, ja, kijk. Uh, er waren uh, mooie momenten. Uh, ik weet, ik weet, ik weet uh, niet zo te zeggen uit mijn hoofd, man. Maar uh, ja, wat, hoe, 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 hoe noemde je dit? Terug in de tijd? Ja, terug in de tijd, in de tijd misschien. Uh, even kijken. Ik ga meteen naar vorig jaar eigenlijk. Dat is hoe, hoe ik uh, net al vertelde. Ik wist niet waar ik heen moest met mijn carrière, wie me zou helpen. En uh, toen kwam ik bij Fikri terecht, zo lang voor gewerkt, aan het zoeken. Op een gegeven moment kon ik mijn eerste MMA partij vechten. Ik kreeg alleen maar een soort van tegenslagen, mijn auto stuk, blessure en dit en dat. En ik zat er al niet lekker in. Ja, ja. En mijn vriendin ging ook nog weg en die man daarop moest ik vechten. Maar Fikri, hij was me zo aan het steunen. Hij was zo naast me jongen, snap je? Hoe zou ik het zeggen, ja. Dat, dat, dat was gewoon dat hij dat zo, zo kon doen en zo met, met mij sprak en me zo aan het helpen was. Terwijl ik op een heel ander level zat met mijn emoties. Ja, dus Had je eigenlijk door het dal heen gespeeld? Ja, man, ja, man. Dus dat, dat, kijk, dat, 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 is, dat is voor mij een heel mooi moment, man. Dat is voor mij een heel mooi, mooi moment. Ja. Van al die overwinningen, gewoon op. Dat hij mij op dat moment zo aan het helpen was. Ja, de, kijk, dat vergeet ik nooit. Ja, mooi, mooi ja, ja, een man. bijzonder moment. Wat, wat ik zeg, al die. Ik, ja, ik, 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 ik noem het niet in de puntjes, maar elke keer had ik maar wat. En toen die vriendin van me ging ook weg en die maand daarop moest ik vechten. Ik was helemaal koud. Ja, je hebt liefdesverdriet natuurlijk. Ja. Ik, en ik moest vechten. Ik kon die wedstrijd afzeggen, maar ik, ik had eindelijk de kans. Ik was tevoren aan het voorhand werk aan het zoeken. Maar ja, ik, ik kon niet warm worden. Dus. Ik, kon, ik kon niet lekker agressief die wedstrijd ingaan. Maar ja, ik, ik wist wel. Ik, en niemand begreep me ook. Kijk hoe, hoe mijn broer me ook altijd aan het steunen is. Maar hij begreep me niet. Hij kon me ook niet helpen. Maar ja, ik maar ik, helpen ik instaard, snap ik? Maar ik had wel Fikri naast me die me begreep, die me aan het helpen was. Snap ja. me? dus de, dat zijn die kleine momenten. Maar wat, wat, wat iets groots in je, je maakt. En wat je nooit meer vergeet. Mooi. Voor de mensen, ja, voor man. de jongeren, volgens die niet weten wie Fiki Thiarti, natuurlijk, in zijn dagen echt een geweldige ja, vechter. Hij had de Staal van Moesit, al die broers waren hele goede vechters natuurlijk. Uh, uh, geweldig moeitaai vechter. Ja, hij is mijn favoriete vechter in de ja, tijd. Man. Maar hij belde jou, zeg je? Dus, uh, Snap dus, je wat als, ik bedoel? Ja. Gewoon om, om, uh, om me te helpen: van, 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 wat doe je nu? Houden ze. Van zijn broertje, Zakaria ja, dat ja. ik weg was bij die sportschool. gewoon uit het niets belde hij me. Snap je, we, we konden elkaar we waren goed met elkaar. Ik was natuurlijk uh, uh, beter met Zakaria omdat we trainden. Maar uit het niets belde hij me en uh, ja, hij is me gaan helpen en zo is die band gecreëerd. Uh, snap je, zo in de ring heeft hij me geholpen, buiten de ring. Ja, en voor, en voor, uh, hij was gewoon heel, heel cool. En, ja, hij was gewoon echt een legend, gewoon met zijn vechtstijl als we nu trainen, zo technisch, zo, hoe zal ik het noemen, zo gedunlight, zo specifiek, snap je? Ja, echt gruwelijk dat hij zo in mijn leven is gekomen. Ja, en dat jou ook, ja, je bent ook een nieuw pad ingegaan met MMA, dat is sowieso anders dan kickboksen, dus dat is al een nieuw impuls. Maar heeft hij jou ook echt nieuw leven ingeblazen, ook persoonlijke motivatie en hoe je verder in het leven staat? O, ook man, want uh, hoe je al die soort van tegenslagen en al die dingen op je pad, uh, pad komen. Ik wist echt niet wat ik ermee aan moest uh, op een gegeven moment man. En wat ik zeg ja, ik, ik, ik had wel Fikri naast me, die, ja, die heeft me echt uh, om, omhoog getrokken. Wat ik zeg, in de ring heeft hij me veel geholpen, buiten de ring. Mijn mindset heeft die, heeft die ook echt sterker gemaakt. Dus uh, ja, hij heeft me echt, uh, echt uh, meer, dan, meer dan geholpen, zelfs als ik het zo mag noemen. En nu, ja, ik, ik, ik ben, het is die, die combinatie met elkaar. Ja. Ik ben nu 31. En uh, ik denk bijvoorbeeld heel anders dan toen ik 24 was of 25. Ja, ja, ja. En daar heeft hij me ook in, in geholpen om, die, om stappen te maken. Man. Ja. Mooi. En in, dat in, in, in die nieuwe keer, in het MMA, want kickboxen inderdaad, op een gegeven moment misschien een beetje nou ja, het, het vuur, een beetje geblust, inlikt dat je wat nieuws wil gaan doen. Uh, twee partijen gedraaid bij LFL, goed gegaan. Uh, laatste je gemaakt bij KSW. <laughs> ja, yeah. ik begint al te lachen, dat ging ja onvertuidelijk. Okay. Nee, wat, wat, wat was dat wat, wat, was een mooi debuut, was een mooi debuut. Ik heb twee partijen bij LFL gedaan. Toen kon ik uh, een stapje verder weer dus bij KSW. Weet je, alles was goed, alles uh, ja, ging goed die wedstrijd in. Ik had al iets last van mijn vinger. Ik was erop gevallen met, ja. uh, met een MMA sparring. En uh, ja, nu viel ik precies verkeerd erop en ik voelde het al. Weet je, die handschoen zat ook, uh, zat ook strak, soort van. En uh, ja, toen ging die uh, middelvinger uit de kom. En uh, de ja. dokter had hem wel erin gezet, maar ja, ik, ik, ik kon niet meer verder vechten. Ja. Je, je maakte een trap, je miste ik hem. was, je was ook niet vertoor, jezelf, ja. ja, weet je, ik maakte een hele. De jongen was. Uh, ja, ik wou, kwam wou gewoon trap op zijn lichaam, maar ik gleed. Ja. van vanuit. En ik kwam neer op mijn hand. Maar ik kwam raar neer op mijn hand. Ja. Dus uh, ja, helaas kon ik niet verder. Nee. Ja, ik, zag, ik zag een foto uh, daarna je je hand zonder links en je vingers ja, de andere ja. kant op. de andere veel, kant op. Uh... Maar het, het, het zag er enger uit ja. dan, uh, dan dat het oh. e eigenlijk was. Ja, gelukkig. Ze, en gelukkig ook niet gebroken of iets. Dus, uh, ja, te komen nu uh, Ja, te, je moet waarstellen natuurlijk. Ja. Maar uh, het zag er enger uit dan uh, dat eigenlijk was. Ja, dat zag het wel, ja. <laughs> ja maar. Nou, wat is je algemene indruk van KSW, toch een grote organisatie? Was, was je eerste kennismaking los van dat onvertaalde moment? KSW is, uh, is mooi man, groot, ja. echt professioneel. Uh, ze doen veel voor de vechters, heel veel voor de vechters. Voor de wedstrijd, na je, na je wedstrijd, niet van... Uh, Oké, okay, je komt om te vechten en... Uh, Doe je ding en dat that, is Nee, je wordt echt begeleid. Professioneel. De ja, uh, zaal was ook groot. Veel, veel mensen, veel fans, man. Ja. Dus, uh, het, is wel, uh, was wel, het is wel een mooi podium, man, zeker. Ja, dus voelt het is een goede keuze. Ja, zeker. Dat is ook wat ik. Uh, wat, ik wa wat ik wou Wat, me, wat, me, ja. wat mijn plan was. Beginnen met MMA, stapje hoger, stapje hoger. Ja. Dus uh, KSW is een mooie. Uh, mooie thuis nu om te vechten. Ja, wat is het doel uiteindelijk? Ja, het doel is om uh, in de UFC te komen. Dus uh, we wouden, we, het doel is om een paar partijen te vechten en dan om die stap te maken. Dus uh, we zijn ermee bezig. Ja, lopen twee al bekenden van jou daar rond hè? in jouw divisie, uh, de UFC? Ja, dat ook nog, man. Uh... Pereira en uh, Adesanya allebei? Ja, ja, de Adesanya had ik uh, van gewonnen. Op, uh, op punt toen die titel ging Ja, en Los Angeles. Ja, en uh, Pereira heb ik ook twee winst op. Hij heeft dan die laatste partij gewonnen, was in zijn ja, betere periode ook, als ik het zo uh, mag noemen. Maar ik zou, ik zou ze beide nog aankunnen. En uh, ja, je, hun vecht ook in de UFC uh, Adesanya zelfs kampioen groot kampioen ja dus uh... ja, ze vechten allebei dit weekend trouwens komend weekend UFC okay. 276. 76. Uh, ik vind dat het altijd mooi want mijn eerste liefde blijft altijd kickboxen. Dus als ik zie dat mensen vanuit kickboxen naar een een organisatie UFC zo en zie dat ze daar goed doen, dat vind ik altijd mooi. Dat voelt toch een beetje als dat het van ons is, weet je wel? En, mm. maar uh, jij bent er natuurlijk veel nauw bij betrokken, want jij doet die sport en je hebt tegen hun allebei gevochten. Ja. Wat geeft het jou van beeld als, als twee gasten waar je tegen hebt gevochten en van hebt gewonnen het op het allerhoogste podium zo goed kunnen doen? Ja, kijk, dat is uh, mm. dat is gek natuurlijk. Het geeft je die, uh, die soort van Connectie. Weet je, je, je hebt van ze gewonnen, nu vechten ze in de UFC, wat eigenlijk ook mijn, mijn doel is. Ik denk, uh, ja, ik, ik zou het ook gewoon kunnen halen, ik ga het halen, ik, ik zou nog een keer tegen hun willen, maar dan op MMA-regels. Ja, het, het geeft je een gevoel dat je erbij betrokken bent uh, of zo, Snap? UFC is natuurlijk de grootste uh, organisatie in de vechtsport. En dan. Uh, ja, zie je hun daar staan ja. dit weekend dan ook weer toevallig. Dus ja. uh, dat, is, dat is mooi man om, uh, om zo naar een event te kijken. Ja, dat geeft je wel vertrouwen, dus dat haalbaar is. Ja. Het geeft je vertrouwen, het geeft je een uh, ja, gevoel dat je. Ja, niet dat ik niet heel wat ben of zo, maar weet je, ik, ik, ik heb wat tegen ze gestaan, man. Dus dat is wel mooi. Het geeft je een mooi gevoel, man. Ja. Wat denk je van. Want Pereira, even nu we het toch over hebben. Hè. Ik ben benieuwd naar jouw gedachten erover. Um, vecht tegen Sean Strickland, Vierde gerankt. Ook. Ze zijn zo grootste tegenstander in ieder geval. Ranking-wise tot nu toe. En de setup is duidelijk. Hè, want ze willen dat hij van Strikland wint. Dat ze die rematch met Adesanya kunnen maken. Wat, wat denk jij van, van uh, Pereira? Denk je dat hij het in zich heeft om het te doen. En inderdaad van Strikland te winnen? Ja, zeker. Hij heeft het uh, zeker in zich. Of de. De lengte of de techniek heeft, de, de, harde, de harde treffers. Dus ik denk als hij uh, slim vecht dat hij hier wel kan komen man. Ja, ben je ook benieuwd naar nou, die partij. Ik ben sowieso ook benieuwd naar het evenement man. Mooi, ja. mooi. Even over jou uh, Job, want jij ging inderdaad een paar maanden geleden naar SB Gym. Je blijft gewoon in je eigen stad. Jij bent naar mijn stad gekomen in Amsterdam. <laughs> oh. um, jij bent er nu teruggebleven in, gebleven, in SB Gym. Gegaan. Wat is uiteindelijk wat voor jou de trekker het overhaal om daar naartoe te gaan? Ja, ik ken de site natuurlijk al, al, al heel lang. Ik, uh, je weet gewoon, ook toen ik nog bij Colosseum zat, altijd respectvol en netjes met elkaar omgegaan. En uh, ja, op een gegeven moment was het dus uh, een breuk, dus mijn Colosseum. En ja, Saïd uh, heb ik toen heel veel gesprekken mee gehad. En je hebt de keuze gemaakt om naar hem toe te gaan. En tot dag van vandaag heb ik daar nog steeds geen spijt van. Het is ook gewoon echt een broeder. Uh, buiten de sport om, ook privé. Mekaar uh, bellen en vragen hoe het, met elkaar gaat, hoe het met elkaar gaat, wat doen we samen, noem het maar op. Weet je. Dus uh, ja, die keuze was toen heel makkelijk om te maken. En tot dag van vandaag uh, ben ik daar nog steeds tevreden over. Nee. En ik, ik zie gewoon uh, hoe professioneel hij te werk gaat. Met een heel team, uh, puur voor mij, om, zodat ik beter word. Ja. En uh, ja, hij denkt echt aan de vechten. En het maakt hem niet zoveel uit. Ja, het maakt hem wel uit wat je doet. En ja. hij wil wel weten wat je doet. En mm -hmm. hij wil die mensen spreken. Maar als het uiteindelijk goed is voor jou, ja. heeft hij er ook weer profijt van. Dat gaat iedereen mee. Ja. Ja, dus uh, nee, het gaat uh, echt super. Je bent ook een een en ander kwijtgeraakt, hè, daar? Ja, ik uh, ben heel veel gewicht kwijt. <laughs> ja, heel veel gewicht. Je. En uh, ben, ik heb mijn atletisch vermogen weer terug, om het even zo te zeggen. Ik ben uh, bewegelijker. En ja. dat is waar, wat Saeed wou. Voordat ik naar hem toe ging, uh, hadden we dus nu gesprekken. En toen heeft hij mij een paar dingen heel duidelijk gemaakt. Van, luister, uh, het is leuk als je nog wil vechten... Maar zo ga je bij mij erin niet in. Ik wil dat en dat en dat hebben. En daar hebben we dus al die maanden aan gewerkt. En nu zie je het resultaat al een beetje. We zijn er nog steeds niet. Want we hebben nog een plan wat we willen. Ja. En uh, ja, daar hebben we gewoon hard voor aan het werk. En dat uh, het gaat binnenkort uh, allemaal uh, ja. gebeuren. Hoop ik. Wat, hoeveel gewicht ben je kwijt? Twee tot drie, twintig kilo ben ik kwijtgeraakt. En, uh, het is echt, dat is niet normaal. Hè? Als je het behoort, ja. je zegt, het heel casual met 23 kilo, dat is gewoon. Ja, is veel. Dat zijn gewoon is vier veel. gewichtsklassen bijna. Ja, ja. ja, ja, ja. alleen, uh, ja, zoals je weet van mij, ik had altijd wel een buikje, ging altijd wel de ring in met een buikje. En dat is nu gewoon helemaal weg. Ja. Uh, dus, uh, is gewoon een, uh, ik ben nog steeds zwaar, ik ben nog steeds rond de 100, uh, 910 kilo. Maar nou, we hebben gewoon uh, ja, vet, vet, vet percentages gewoon weg en zijn ze gewoon spiermassa geworden. Mm. En dat is uh, ja, wat te uh, voor ogen had voordat ik met hem in zee ging. En uh, zoals je ziet, uh, ja, het gaat goed. We werken en uh, we trainen hard en elke keer komen we dichter bij uh, ons doel. Yes. Wat merk je het meest aan dat je die kilos kwijt bent dat je, je zegt, lichtvoetiger wel zeg je ja lichtvoetiger uh, lucht veel meer lucht dan uh, dat je voorheen had atletische uh, ik was al altijd uh, vrij atletisch uh, ik was altijd heel snel met sprinten en noem het maar op maar toen uh, ja zwaarder werd ik zwaarder zwaarder en uh, ja je ging meer uit van die ene klap en nu wordt het echt kickboxen. Ja. Weet je, nog ga, ga je technisch werken. het ja, is ook gewoon heel technisch. Goed inzicht. En uh, ja, nu dat je lichter bent, je, begrijp je de dingen beter. Gaan de dingen gewoon makkelijker. Ja. Dus daaraan merk ik het zeker. Ja. Ja, wat, wat zijn de plannen? Want je hebt echt al lang niet gevochten, man. Is al twee jaar of zo. Uh... Ja, we staan nu al twee jaar stil. Ja, stil qua wedstrijden. Maar qua training zeker niet. Het was voor mij ook even een andere stijl die ik aan mijn eigen moest aanleren, zijt visie. is natuurlijk een hele andere visie als wat ik gewend ben, maar uh, ja, dat kost gewoon tijd. En al die tijd zijn we gewoon aan het trainen en uh, je ziet gewoon echt wekelijks, maandelijks, hé, hey, je maakt stappen, weet je, en dan op de pads doen we het een en ander en het ging niet of het werkte niet. Hey, en een paar weken later, hé, hey, hij is het trainen, hup. Verder naar iets anders. Dus zo zie je dat je gewoon progressie maakt. En dat uh, zij het gewoon heel veel geduld heeft. En, maar hij ziet natuurlijk ook wat dat ik graag wil. En dat geeft hem natuurlijk ook voeding. Ja. 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 Wat, 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 wat ben je nog van plan? Wat wil je zitten? Wat in het kruis zit? Ja, we zijn natuurlijk in gesprek met Glory. En uh, ja, er, er gaan leuke dingen aankomen. Ik heb nog uh, geen datum. Maar, uh, wel een nou, tegenstander? Nee, ook niet. Okay. <laughs> ook niet. Dan ben je de eerste die het hoort. Ja. Maar, uh, ik denk dat we krijgen een primeurtje. Ja, uh... nee, nee, maar dan gaan we wel... Uh, waarschijnlijk wordt het september. Zijn we nu mee bezig. En dan... Uh, ja, gaan we laten zien uh, wat we in huis hebben. Hoe we veranderd zijn. En uh, ik kan niet wachten. Ik heb heel veel zin om weer een wedstrijd te draaien. Ja. En uh, gewoon om te laten zien... Hoe, uh, dat we er nog zijn. Ja. Weet je, en dat we puur weg zijn geweest om het een en ander te leren en om aan fysiek gesteldheid te werken. En gewoon echt gaan, uh, dat is wat Saïd mij heeft bijgebracht en natuurlijk het hele team. En vooral ook Badden. Leefstijl. Kickboksen is niet gewoon kickboksen, gewoon lifestyle. Weet ja. je, je moet je gewoon als prof uh, daarmee uh, bezig zijn. Ja. En dat heeft wel uh, gezorgd voor het uh, verschil, wat, uh, wat ik nu voor mezelf al maak. Je zei vooral badder. Waarom zei je vooral badder? Ja, omdat ik heel veel gesprekken met hem heb gehad. En uh, hij ook gewoon wijst op de dingen die je goed doet, maar ook vooral de dingen die je minder goed doet. En gewoon, uh, zo, het is een wijze man met veel ervaring. En uh, ja, daar luister ik graag naar en dan uh, probeer ik me. Ja, ...probeer je datgene te doen wat iemand je vertelt te doen. En uh, als je dan ook nog eens ziet dat het werkt... ...ja, dan word je gewoon hongerig. Dan wil je gewoon meer, 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 meer. Dus ja. Ja. Wel gevaarlijk voor badder, om jou beter te maken... ...want als je met hem gaat sparren... Ja, maar, ...kan je ja. hem ook zo terugkrijgen. Ja, maar ja, dat maakt het, uh, de sport juist mooi, toch? Uh, kijk, uh, hij wil ook gewoon dat ik beter word. Want als ik beter word, wordt hij ook beter dan wordt het scherper voor hem en scherper voor mij, dus uh, het is win-win en uh, ja, je moet elkaar het ook gunnen, weet je, je moet elkaar het ook gunnen en dat merk ik bij hem wel, hij gunt het me echt, weet je en dan uh, zou je moet weer niet teleurstellen, klaar, heel simpel. mooi. Ja. We het volgende onderdeel. En dat is het uh, fameuze Mount Fightmore. Tadaa, even kijken of iedereen wakker is. Mount Fightmore is onze uh, uh, vechtequivalent van uh, Mount Rushmore. Uh, in dit geval uh, vier uh, vechtspot-iconen die daar uh, hangen. Die zijn ooit zo door mij en Maloes daar uh, bedacht. Als grote inspiratiebronnen voor ons. Voor onze liefde voor de vechtspot. Uh, mocht je het nog niet weten, zijn natuurlijk uh, Ramon Dekker, Bas Rutte, John Bloeming en Bruce Lee. die daar uh, te zien zijn. Uh, mijn vraag aan jullie. Uh, voor jullie allebei is wie moet er voor jullie en het gaat niet op deze vier maar voor jullie aan de uh, spreekwoordelijke Mount Fight Met andere woorden wie is voor jullie heel belangrijk geweest als inspiratiebron of idool uh, in jullie liefde voor de versport? Uh, Jason begin met jou. Uh, uh, Mike Tyson, Muhammad Ali. Ja, je hoeft er niet uh, vier te noemen. Je mag er één is al genoeg, maar je mag er oh, ook vier te noemen. Ik dacht dat maar... je zei: je moet, je moet er vier noemen. Nee, nee één is, maar, je mag er ook tien noemen, maar één is al genoeg. Oh, Moment alleen. Uh, Mohammed Ali, Mohammed Ali, Mohammed Ali ja. Dan, uh, Waarom Mohammed Ali? Ja, hij is een groot vechter geweest. Een mooie persoonlijkheid ook. Ja. Een mooi karakter, veel gedaan. In de ring, buiten de ring. Dus, uh, dat is uh, wel echt de goat in de vechtsport. Ja. Weet je nog wanneer je voor het eerst bewust werd van Muhammad Ali? Ik dacht van, oh. Ja, yeah. je zag altijd wel die beelden ergens. Maar ik, ik hield altijd wel van Thijssen, ja. zijn stijl en zo. Gewoon, uh. Maar Muhammad Ali staat wel, wel echt daar boven. De, ja, de laatste tijd ben ik hem echt aan het, uh, aan het, ja, aan het bekijken heel veel en uh, dingen van hem. Ja, aan het opslaan en zo. Dus uh, ja, het is in één keer een soort van. Uh, switch van Thijs naar. Uh, momenteel. Ja, Ali. ik dacht. Ja, het was het volgens mij wat snijser? Ja, ja, ja. Dus ja. Uh, ja. Oké, okay. en, en die switch nu gewoon puur om je meer aan het verdiepen met de met Ali. En... Is er één specifiek ding. wat je echt bijzonder goed in hem vindt? Waar je echt speciaal aan de kijkt uh, Voor een zwaar gewicht was die echt. Uh... Dat je snelheid, dat flexibele soort van, in zijn movements en zo man. Ja. Be behendigheid. Ja, uh, yeah, dat, dat, uh, dat had wel uh, specifiek alleen hij voor een uh, zwaargewicht. Heel ja. lichtvoetig ook man, voor zo'n zwaargewicht. Uh, ja, dat is echt een fenomeen. Weet ja. je, weet je wie met, wat dat betreft, en dus ik hoop niet dat jullie het als vloek in de kerk uh, beschouwen, uh, nog een beetje aan hem doet denken, Stage in Fury. Hij heeft ook als zwaargewicht, als je hem ziet, dan zie je, dan zie je er geen vechten in. Ja, hij hij ziet er niet uit. Ja, niet maar atletisch hij kan uit, het bewegen. maakt ongelooflijk traaien, voetenwerk. Ja. Ja, maar. Voor een Heavyweight ongekend ook, uh, vind ik. Ja. Ja, hij is dan volgens mij nog groter dan uh, uh, Muhammad Ali en uh, van die zwaargewichten. Hij is Echt, echt groot. Ja, hij, Muhammad Ali was helemaal niet zo groot. Nee, nee hij was niet uh, zo groot. Ja, ja. Maar Fury ja, hebben dat ook wel. Dat, van die movements, dat kunnen ze eigenlijk niet in, in dat gewicht. Ja. Maar ja, het is toch altijd ja. van een beetje log, een beetje stationeerd. Ja, maar die, die, die basketballer, die Kilo Neel had dat ook. Maar die uh, zo groot, langzaam, maar. Uh, als je hem in de wedstrijd zag, dan. Uh, ja, gaat maar trainen, maar je kan hem niet nadoen nee, met nee. zo'n lichaam. Man. Nee. Ja, klopt. Mooi. Voor jou? Ja, voor mij is het toch uh, Mike Tyson. Ja, Mike Tyson, ja waarom Mike ja. oh, Tyson? Uh, de manier hoe hij vocht, vond ik natuurlijk prachtig, weet je. En uh, ja, ik weet niet, gewoon de, hij had toen altijd die uitstraling van bad boy. was hij niet. Hij was natuurlijk heel zacht en, ja. oh, maar gewoon wat hij liet zien in die ring en hoe hij hem dan zag, dan was best het, uh, om het even zo te zeggen, ja, dat sprak mij gewoon altijd aan. En uh, ja, dat uh, was voor mij wel uh, Zoiets dat ik dacht van ja. Mooi, man. Mooi. Ja, ja, thuis, ja maar ik zeg altijd: mijn thuis was mijn eerste ja. aanspreekpunt in het was Mijn vader haalde me uit bed s'nachts toen hij vocht. Zo oud ben ik dus. Maar mm. weet je, toen Mike thuis in zijn prime was, was ja. het echt een mm. sight to see Net als voor mm. mijn vader toen hij, jong was. Mohammed Ali dat was. Ja, precies. Mm. Ja, het, ik was daar zo door gegrepen. Het was zo'n uh, mm. ja, zo bepaalde energie straalde je uit. En ja, ja dat... vermoorden gewoon mensen in de ring. Ja, dat was gewoon. Mm. Ja, en dat, uh, dat is iets wat mij zo aansprak toen, toen dan, weet je. En daarna heb je een broertje die je gewoon, die ziet heel veel dingen terug. Weet je, in die B-klasse, in die Nieuwelingszee, hoe die daar te werk ging. Dus ja, dat was voor mij uh, prachtig. Ja, prachtig. Ja. ja. Heb je ooit wel eens uh, bij stilgestaan hoe Denzel Dumfries het als vechter zou doen? <laughs> ja, uh, mentaliteit en zo hè. Daar ja, hoef je ja. niet aan te uh, twijfelen. Zou kan kunnen vechten man, ja. met die uh, mentaliteit, die doorzettingsvermogen. Ja. Ja, ja man. Hij ja, is jullie neef hè, dus ik kom brengen. niet, ik krijg niet gewoon random een naam hier. Dat ja. is, ja. is familie van jullie, jullie hebben ja, een, neef, een serieuze band met hem toch? Mm -hmm. ja, ja. ja Ja. Ja, hij, hij doet het goed. We zijn trots op hem en uh, ja, zoals je ziet, ze zegt het is mijn neefje en uh, we staan super trots op hem, ja. En ja, maar hij ook ja, op man. ons. We gunnen elkaar natuurlijk het beste, we, gewoon... we zijn sporters. Ja, we is dus wel een beetje in de familie toch? Dat is het, ja, ja, die topclub mentaliteit. Gra ja. Grappig is, zijn twee zoontjes die voetballen nou ook, ja maar die gaan precies zo man. Agressief jongen. Die zijn echt agressief. Agressief. En, en uh, niet, niet, van, niet van niet minuut ff. 1 tot het einde om te winnen weet je. Pff, ja. Ja, ja. 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 Zelf, die is ook wel een meestal. af ja. Het toe, ja. toch? Ja, is grappig om te zien hem nu bij zijn zoontje. hetzelfde ja? Man. Ja maar. Ziet terug ja, en... Uh, <laughs> ja, zo zijn wij gewoon, ik weet niet. Maar jij, jij voetbalde ook zo weet ik nog ja, man. Ik... <laughs> Hij voetbalde ook heel agressief man, ja, ja, man. ja. Een andere oom die was ook agres agressief. Ja, en, zei, uh, 8, lakken. Ja, maar, ja, maar we, uh, ik zie heel veel terug natuurlijk. En uh, dan ben je gewoon blij en trots dat je neefje het zo ver hebt geschopt, weet je. Ja. Nederlands elftal, bijvoorbeeld bij Inter. Ja, en via een omweg ja. natuurlijk, want dan kwam pas heel later het pro ja. via Erefeen en uiteindelijk. Ja, maar het is PSP. niet zomaar gekomen. Hè. Nee. Hij werkt gewoon echt hard. Ja. En iedereen denkt, oh ja, geluk. nee, hij werkt gewoon heel hard. En ja, kijk, dan word je beloond. Ja. Weet je, uh, ja, en uh, je ziet dat ook in het veld terug bij hem. Maar, <laughs> minuut 80 ja, uh, loopt hij oh, gewoon ja. nog alsof die minuut 1 loopt. Ja. Hoe die in minuut 1 liep. Wat ja. nou, bij internet heel moeilijk. Beginnen had hij eigenlijk veel kritiek gehad in het begin. Mm. En hij is zich eigenlijk toch de waardering, in de waardering geknokt, om het zo maar even te noemen. Ja. Dus ook, ook weer die vechtersmentaliteit. Ja, die Ja, he. ja. Uh, weet je, de, niet op willen geven. En. Juist laten zien wat je in je hebt. Ja. Dat uh, is gewoon prachtig. Ja. prachtig. Hebben jullie wel eens met hem getraind, kickboksen? Ja, ja, ja. ja? ja. En? <laughs> ja, dat, uh, we, we hebben wel eens getraind samen. Off-season, als hij off-season was. Want voetbal zijn natuurlijk wel wat strenger, Die mogen niet zomaar uh, even kickboksen. Maar ja, ik heb wel zeker wel eens met hem getraind en dan zie je ook, hij is moe, hij is kapot, maar hij gaat toch verder, weet je. Ja, dat is prachtig. Ja. Dat is mooi. Had hij een beetje aandacht? Ja, zeker. Zeker. Hij is lekker lang, weet je. En hij heeft goede harde stoten. Ja, trappen deed hij wat rustiger mee, maar hij heeft zijn benen natuurlijk nodig voor het voetbal. Uh... Ik had die foto gezien, toch dat hij zo op het grond helemaal lag. Dat zoveel had hij gegeven. Hij had alles gegeven, hij was ja, helemaal ja. op. En toen lachte hij ook op dat mat van, hij zei, ik ken niet meer. En hij zegt ook, zoveel respect heb ik voor, voor jullie voetballen, voor, voor jullie vechters. Hij zegt, het vraagt zoveel van, van je lichaam, dat heeft hij met voetbal niet. Hij gaat ook diep met voetbal, maar hij voelt niet wat wij voelen als we moet vechten. Hij zegt: Dit is gewoon ziek. Ja. Ja. Anders, hè. ja. Je zit vooral met voetbal. Provoetballer. Pro je moet trouwens niet veel spelen. Mm. Die dan een lesje gaan kickboxen. Die dan helemaal. Uh, ja. Ja. ja, maar ja. Maar hoef je ook niet te vragen om nu 90 minuten op het veld te rennen. Nee. Dat, uh... Welke positie speelde je eigenlijk? <laughs> 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 Zelfde positie. Rechtsberg of, ja? of, uh, of, uh, of uh, laatste man. Ja, ja of, later met je spits <laughs> Ik begon als spits. Maar uh, op een gegeven had, moment. Ik uh, ja. Ging ik naar achter omdat ik gewoon te sterk was. Ja. Ik was te sterk. Was hij drive naar voren als uh, Denzel? Ja. Ja, ik hield van die aanval. Uh, hij nu ook. Je ziet het gewoon aan hem. Uh, heel veel doelpunten komen ook gewoon door hem. Ja, man. Maar... Weet je? Uh, ja. Prachtig. Prachtig. Ja. Hij scoort ja. zelf ook ja. nog veel, maar. Van, hij scoort van, veel van, voor verdediging. verdediging. Dat is uniek, man. Dat is echt uniek. Welke, welke positie speelde jij? Uh, links linksbuiten weet ik, dat is voorin, ja, maar, voor ja. Een, maar Jason weet ik altijd, als, Jason wou ook nooit mee tegen, tegen voetballen. Dat was altijd veel trucjes en, Ik zeg, uh, rechtsbek, linksbuiten. Uh, uh, ja, maar... Hij is heel technisch. Ja? Ik was wel technisch. Maar. Ben je linksbenig ook? Linksbenig, rechtshandig. Ja, dat wou ik zeggen, volgens mij ja. ben je gewoon, gewoon rechtshandig, grappig. Ja, maar, maar linksbenig. Ja. ja maar. maar je schrijft ook rechtshandig? Ja, ik schrijf, ik schrijf rechts. Sommige doen, dingen doe ik uh, nog met links. Kijk eens even kijken. Ik, ik had hier vroeger gips. Ik had mijn pols gebroken. Ja. Als kleine jongen. En toen deed ik dingen met links. die ik nu soms af en toe nog steeds doe. Man. Ja. Jammer. Ja. Maar. Uh, ja, met, met voetballen. Ja? met voetballen was ik. Uh, was ik wel technisch. Kijk, hij en bijvoorbeeld. Uh, met je Denzel. En, uh, die, die zijn echt van de slidings en zo. Ik. Ik was nooit met de slijdings. Ik was altijd er, 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 er gewoon snel genoeg bij. Of uh, ja, ik, ik liet ze die bal pakken en dan uh, naar de andere kant. En dan pakte ik de bal, zoiets. Dan, ja, Deze was heel technisch. Dus jij was de rouwdouwer. Ja, ja. Ik zie het bij mijn zoontje, mijn zoontje, mijn jongste. Ja. Als die in het veld staat, uh, die gebruikt alles. Daarom mocht hij voor mij op een gegeven moment ook niet meer kickboksen. Hm. Want die ging gewoon daar op het voetbalveld. Kinderen duwen, schoppen. Ik kon dat niet zo goed uit elkaar houden die twee sporten. Nee, nee, nee. Dus, <laughs> dat was uh, vooral lastig. Yeah. Uh, Over Roudaal gesproken. Uh, we gaan even naar ons volgende onderdeel. Dus is natuurlijk onze uh, Next Round uh, vechtersbazen, Boxing Challenge. We nee. uh, dat onze gasten krijgen altijd de mogelijkheid uh, en, en de kans om mee te doen aan onze challenge. Uh, laten we eerst even kijken naar de stand. Hoe die tot nu toe is, daar zien we. Uh, de immortal Regan al vier aan kop, gevolgd door Sander Tonhauser. En Fabio Quasi staat daar derde. Uh, jij hebt hem ook gedaan voordat we aan deze podcast begonnen. Ja. Uh, zullen we gewoon even kijken? Laten we eens even kijken. Wat bedoel ja. je? tevreden? Ja, ben tevreden. Was een verrassing. Ik, ja. Ik heb me niet te voor kunnen bereiden. Oh, <laughs> nee. komen de smoesjes. Ik was net wakker. Nee, maar nog uh, niet klaar. Tweede plek. Ja, is gewoon goed. Ja, toch. Tweede. Achter de immortal daar sta je. Mm. Uh, 4457 punten. Wel met de helft van het aantal stoten van Regen Eersel. Dat is dus, gewoon genoeg toch? Ja, dus het zit, het zit hem niet alleen in uh, power, het zit hem ook wel degelijk in volume. Dus uh, ja. ja. Mooi, ja. mooie statistiek. Voor het aantal stoten, als je mooie, zit ongeveer hetzelfde aantal stoten als Fabio Quasi. En dan scoor je daar weer net wat hoger. Dus nou, dat is, uh, ja. ja. Mooi, Een grappig spel. Ja, ja, voor uh, de mensen die geïnteresseerd zijn, dan kijk je uh, bij de uh, next round. Uh, en, uh, we hebben ja, maar... een sportschool bij jullie in de buurt waar je de vechtersbaas challenge ook kan doen. En uh, misschien wel kan meten aan de scoren van bijvoorbeeld uh, Jafar of Reganees. Of uh, een van die andere vechters uh, die zijn. Jij hebt hem niet meegedaan, want ja, jij hebt een. Uh, ja, goed, jammer dus... dat je niet uh, mee mag doen. Hè? Ja, Voor mij mag je meedoen oh. met één hand. <laughs> Kunnen we straks beschikken? Nee, maar uh, als je nee. die lamp hier dadelijk uh, ja, de... kast. Uh, is... komt het hele gebouw ja, naar beneden. Ja, maar, niet, okay. uh, dan sloop je de hele niet. Ja, niet... Oké, gewoon wat het niet Dat is niet verstandig. <laughs> <laughs> Jongens, ik vond het hartstikke leuk om jullie hier op de bank te hebben. Ik ja. uh, heb van genoten, het mooie mooi gesprek. Uh, jullie zijn een mooi stel samen, uh, apart ook. Maar uh, ja, tof dat het ja, er keer voor gekomen is. Ja, mooi. Oh, ja. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja. Ja. ja, dankjewel man. Als dat, uh, altijd welkom. Uh, jij succes. Ik uh, hoop dat er snel nieuw komt over jouw partij uh, ja. in september. September. Ja. Bij Glory, Even heel kort trouwens. Nog even wat uh, dinsdag. Dus uh, als deze publicatie. Uh, deze gepubliceerd was dus gisteren. Mm. Uh, de persconferentie tussen uh, Badder en Alistair. Mm -hmm. Even jullie gedachten over die, uh, die wedstrijd. Ja, ik. Uh, ja, Team Badder uiteraard. Team maar... Badder uiteraard. En, uh, ja. Ik denk dat het een heerlijke wedstrijd wordt voor de fans ook. Maar voornamelijk uh, voetballer. Voor uh, ja, ja. We ja, zijn 1-1 natuurlijk. Ja. Het uh, k 1 Days. Uh, ja. ja. Dus het wordt de, de, de rubber match, zoals ze het noemen. Uh -huh. ja. Hoe staat er? Ellis is natuurlijk tijd weggewezen aan het kickboksen. Ja, ja, want dat zegt niks. Hè. Maar. Uh, ja, ik denk wel dat dit. Uh, dit uh, voor, aan voor Bader wordt. Ja. Dan gaan we natuurlijk alles aan doen als team. Nee. Natuurlijk, hij, hij het meest, maar wij als team uh, staan er volledig achter hem. Zeker weten. Mooi, ik ben heel benieuwd. Uh, voor jou even snel Adesanya of Cannoneer? Ja, nou, die andere sterren, die kennen, kennen, kennen we hier of hoe die heet. Maar uh, ik, ik denk, uh, ik gevoel Adesanya. Man. Adesanya? Ja, ja man. Strikland of Pereira? Pereira. Pereira, oké. Okay en uh, daarna uh, seks uh, wilnis tegen uh, jij, uh... ja dat zijn ja daar gaan we voor me wens jullie veel succes man en ik ja, hoop jou uh, ja. dat je een spoedige stel hebt ja, komt, je... goed, man. ook na de zomer weer bij KSW uh, ja, zien um, bedankt en we gaan jullie volgen voor jullie allemaal weer bedankt voor het kijken uh, je weet het hè? we zijn te veel vinden op YouTube Spotify en Apple Podcast vergeet niet te liken te delen te abonneren en vertel het verder dan zijn we de volgende week weer Woes. Woes.